Yo kijkers, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Richard en Christian. Vandaag spelen we een potje solo in Fortnite. En zoals ik heb beloofd, een video komt eraan. Net nog live geweest. Als ik deze video heb geüpload, misschien 20 minuten geleden. We gaan dus gewoon een potje solo spelen. Nice. 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 En ik weet niet of deze video goed is, ik zal hem even afspelen. Zo, nee, sorry. Ik upload hem wel, als deze video niet goed is. Maar, en dat zien jullie dan vanzelf wel. We gaan nu dus in ieder geval een potje solo duiken, hè. Zo. En dan gaan we lekker een Ponty solo spelen. Een lekker Ponty. En ik heb de titel eigenlijk helemaal niet gemaakt. Wat is de titel eigenlijk? I don't know. Kan ik dat nog laten? Ja, die kan ik later maken trouwens. Laat maar. En we gaan naar Lazy Link. Daar heb ik een challenge als ik snel dood ga. Sorry daarvoor. Maar gewoon even snel een potje solo. Wil ik gewoon even knallen voor jullie. Ook niet per se lang of zo. Gewoon als ik snel dood ga, stop ik de video. Let's go. Ja, het werd aardig druk. Omdat daar dus een challenge is. Had je kunnen verwachten. En deze tactical wil ik wel. Deze tactical wil ik. Bedankt. Dank u zeer. Oké, jongens, we doen nog een potje. Ik doe het speciaal voor jullie. Nog één potje doen we. Nog één Ponty solo. En dan stop ik de video wel echt. Let's go. Oké, sorry. Mijn challenge is live open in squad mode. Easy, peasy, lemon, squeezy. Zijn we weer tier up. Dan hebben we, I don't know, wat hebben we dan? Vier, nee. Maar toch tier, I don't know. Ik ben tier 88, ja. Dan krijg ik bij tier 90 voor 4, tier bunksies. En wat ik dan krijg, I don't know, zou wel weer die chai zijn ofzo. Oké. En nu? Gaan we naar Paradise? Nee, kom, we gaan naar die racebaan. Dan kunnen we meestal wel een lekker potje neerzetten, omdat er niet zo heel veel mensen heen gaan. Dat is wel nice. Ja, dat is wel nice. Nou. Maar die gaat misschien ook nog door naar retail, hè? Ja, de meeste gaan door naar retail, gelukkig. Ik zie iemand anders hier landen. Moet die de lol nou weer gaan verpesten? Oh, een no-skin. Alweer, bijna gaan alleen maar no-skins hierheen. Echt. Waar landt hij? Oké, die no-skin er is echt nog. Sorry dat ik het zeg. Waar is hij heen gegaan? Waar? Waar de hek is hij heen gegaan? Hij schiet. Waar is die gekkie nou heen gegaan dan? Hij liep hier net. Waar is hij heen gegaan? Ik zou het net zo leuk vinden om hem te gaan killen. Nou ja, dus niet.
Zo de knetter, schreef me de... Sorry. Arif to Gonky, dubbel barrel, altijd nice. Wat is nou? Oh, hierboven is die kist altijd, hè? Ja, ik moet hier even go gebruiken. Naar de cirkel en waarom ben ik zo dichtbij? Is dat die nu? Waarom ben ik zo dicht bij mijn lichaam? Nou. Is er wel een aardige pompje, jongens? Zo zijn we alweer bijna in de cirkel en die Rift to Go heeft ons echt een paar meters gekost. We zijn er wel van hier, toen kwamen we hier in Pils. Hier ook, hebben wij nog een klein stukje gelopen, jongens. Ik vind het wel steeds gek dat ik die Noob al mee kwijtgeraakt. Hij... Als hij weet wat een cirkel is, dan kom ik hem zo wel tegen. Denk ik, neem ik aan. Kom. Ja. Go. Voor dit hakken genoeg materials. Kom mensen schieten. Lol. Oeh, daar kunnen we lekker wat materials mee pakken. Dat vind ik wel nice. Alleen jammer dat er geen kistje is, maar ja. Zie jongen, we hebben alweer 300 hout. Kun je hier dan nog wat in? Nee, die is dicht. En nu? Een kist. Jammer. Gaan we hier even omhoog bouwen. Kim Barnty. Honey boy. Hoog. Die rift. I don't know. Oh, hier ook. Ja, ik ben hier. Ook al weet ik dat ik hem niet kan damagen. Maar... Come to me. Mm-mm-mm-mm.
Jammer. Zo. Weer even wat hakken. Oh, daar loopt er een. Ondertussen val ik. Oké, gewoon. Zit hij nou te teamen? Ik wil hebben. Die wil ik er. Gooi er één. Hebben we wel weer een challenge gehad. En jongens, ik ga de video even bekijken. Als alles goed is gelopen. En dan upload ik hem op YouTube. En ja, dan zie ik jullie bij de livestream van vanmiddag. Later.